Hallo Serpietjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij Paardengym. Jullie kennen mij waarschijnlijk allemaal als hele sportieve jongen, dus wie anders moet Amerigo klaarmaken voor de Nederlandse daken? De game is zelfs volledig in Serpent Gameplay kleuren, ik bedoel maar. Het paard van Sinterklaas moet fit blijven. Hij doet een springparcours, aangemoedigd door de Pieten. Deze game is ook weer gemaakt door het Sinterklaasjournaal, maker van de lelijkste Sinterklaas games. De game heeft 3 moeilijkheden. Makkelijk, beetje moeilijk en moeilijk. En geloof me, vanaf beetje moeilijk wordt de game ook redelijk moeilijk, want je moet dus zeg maar het parcours rennen en iedere keer dat je hordes raakt krijg je strafpunten en het is gewoon verschrikkelijk. Laten we lekker spelen. Ik heb net toevallig een klein beetje op de Wikipedia pagina van Sinterklaas gekeken om misschien wat interessante Sinterklaas feitjes mee te geven. Wat ik zelf niet wist is dat in België vieren ze Sinterklaas 1 dag later dan in Nederland. Zeg maar, wij hebben 5 december. In België is het blijkbaar 6 december. En Amerigo, het paard van Sinterklaas, heet in België Goed Weer Vandaag. In plaats van Amerigo. Ik weet niet of dit altijd gebruikt wordt. Het verhaal is best wel geinig. Het was niet heel lang geleden in zeg maar, het Belgische Sinterklaasjournaal-achtige programma, whatever ze daar hebben. Vroeg Sinterklaas aan een van de Pieten van, yo, hoe moet ik mijn paard noemen? En die Piet die luisterde niet zo goed en die zei, goed weer vandaag hè Sinterklaas. En daarom heet het paard daar Goed Weer Vandaag. Of slecht weer vandaag. Ik heb geen idee. Belgen van Serpent Gameplay. Abonneer. Woe, goed gedaan. Nu mag je proberen met Sinterklaas. Oh shit. Dit wordt echt... Oh, eigenlijk meteen een beetje moeilijk. Is dat zeg maar hoe dat werkt? Ik heb geen idee. Misschien is dat op basis van hoe goed ik ben. Wow. Meteen gewoon de eerste horde missen. Sorry jongens, maar Sinterklaas is gewoon, ja... Hoe zeg ik dit netjes? Een redelijk dikke gozer. Het probleem is, als je springt, hij springt best wel lang. Dus zeg maar, de volgende horde is niet eens in beeld. Je springt, er komt een horde in beeld en je springt er vol bovenop. Dat is een beetje aan de hand. Woehoe! Ik waardeer wel hoe hoog het paard kan springen als je de juiste voorwerpen pakt. En als je ze niet pakt, is iedere horde ontwijken ook meteen echt super moeilijk. Man, dit spel is alles wat ik niet wil in een Sinterklaas-spel. Je moet echt die wortels hebben waardoor je hoger kan springen. En die appels, anders kun je bepaalde sprongen ook gewoon niet halen. Het is één groot nazi-swastika-land dit. Fucking mooi weer vandaag, of hoe dat fucking paard ook heet. Weet je wat nou mooie tijden waren? Toen je die film zat van het paard van Sinterklaas. Met dat Chinese meisje en zo. En dan, ik wil het paard van Sinterklaas. En dan gaat ze een paard rijden en dan valt ze dood of zo. Weet ik veel, ik heb de films nooit gezien. Eén film, dan wil ze het paard van Sinterklaas. En de tweede film steelt ze het paard van Sinterklaas of zo. Weet ik veel. Ik alleen maar denken dat ze honden en katten eten. Valt wel mee. Nou, dat is nog een beetje moeilijk. Toch nog even zelf oefenen. Word ik nou gewoon weer gedowngrade? Moet ik gewoon weer... Jezus, Sinterklaas had ook zoiets van... Ja, dit paard is gewoon echt niet gewoon top quality. Als ik een paard wil, dan moet het wel gewoon Adidas zijn, jongens. Anders dan ga ik er gewoon niet breien. En die Piet ook op de achtergrond. Jemig, Piet. Doe eens even normaal, joh. Moet je geen pakjes bezorgen of zo. Jemig, gast. Chill. Woep! Yeah, bitch! Woe! Dit is die goede gameplay. Abonneer. Ben je geabonneerd? Nice, ik ook. Je kan niet op jezelf abonneren. Geloof me, anders had ik het gedaan. Die upgrade blijft ook helemaal niet zo lang. Ik dacht, misschien blijft die wortel-upgrade net zo lang tot je eerste sprong is. Maar dat is ook helemaal niet zo. Nou, je ziet hier in ieder geval wel goede gameplay. Je weet toch, die Rick van Serpent gameplay, die weet zijn shit op het gebied van... over hordes heen springen. Het lijkt me oprecht, stiekem. Zeg maar, guilty pleasure, best wel cool om te kunnen paardrijden. Ja, toch? Zeg maar, je hebt in Nederland heel veel van die paardenmeisjes. Je moet oppassen voor paardenmeisjes. Dat wil ik gewoon even meegeven. Zeg maar, als je omgaat met paardenmeisjes. Het ding is gewoon, je bent altijd op de tweede plek. Zeg maar, voor paardenmeisjes is het paard het allerbelangrijkste. En dan pas kom jij. Dat zijn van die meiden die moeten iedere dag naar de manege om een paard te voeren. Er zijn er pas een paar die kijken. Jullie zijn vast fantastische dames. Maar ik wil niet zeg maar een soort driehoeksrelatie tussen jou, mij en het paard. Als je dat niet erg vindt. Dus ja, oppassen voor paardenmeisjes is de moraal van het verhaal. Maar het lijkt me stiekem best wel cool als ik gewoon op een paard kan rijden. Dat niemand het ook weet. En dat gewoon, yo, Rick, kom je vanavond nog naar het feestje? Ja, is goed. Ik ben wel wat later. Ik ben op alternatief vervoermiddel. En dan kom ik gewoon op een paard. Ja, dan ben je wel een baas. Pietenbaas, dat ben je. Woe, trickshot mega jump. Woep, sneller, sneller. Hey, gast, doe het lekker zelf dan als het zo makkelijk is, hè. Beetje zo, ik ben aan het springen. Ik ben een pietje. Hopelijk hou ik het level nu wel. Dan kunnen we door naar het volgende level. Dat is met C4. We moeten in conditie blijven natuurlijk. Ik hoop dat er nu wel een soort moeilijker level komt. Of ik blijf hem lekker op makkelijk zetten. Oh, dat was de game gewoon. Goed zo. En op. Goed zo. Sneller.
Even aankutten hoor, ik ben even aan het aankutten. Misschien merk je het al. Ik wil zeg maar zo uit stilstand springen en dan... Oh, daar langs, maar voor mij kan dat helemaal niet. Ja, je moet eerst zeg maar wel een beetje snelheid hebben, anders kun je er niet overheen. Oh! Nee, nope. Turn down for what? Dit is hoe Sinterklaas seks heeft met zijn paard. Realistische geluidseffecten wanneer je seks hebt met een paard. Of met een paardenmeisje, dat klinkt ongeveer vergelijkbaar. Oh! Hey, lieve kijkers, dankjewel voor het kijken van alle Sinterklaas video's vandaag. Ik wens je de beste toe in de rest van je leven. Ik ga even wat Pokémon Fusion opnemen. Dat moet ook gewoon online komen. Ja, ja, geloof het of niet. Dankjewel voor het kijken van alle Sinterklaas video's vandaag. Ze sloegen nergens op, maar daar ging ik ook een beetje voor. Dus het is 100% gegaan zoals ik wilde dat het zou gaan. Dankjewel voor het kijken van alle Sinterklaas video's vandaag. Of in ieder geval deze. Goed genoeg. De rest is toch troep. Kan je net zo goed overslaan. Dankjewel voor het kijken. Tot ooit. Doei!